Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Paul de Vries vanuit de podcaststudio in Ede met de missie de online automotive beter te maken. Dit doet Paul met de volgende partners met dezelfde missie: Marktplaats, Coldrip, Carmen Automotive BDC, Findio, Used Car Controller en tweedehands.be. Hey, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze podcast met de missie de online automotive beter maken. En vandaag gaan we dat doen met Hielke Ytsma, oprichter onder andere van CarQall. En hij gaat ons alles vertellen hoe je en op welke manier je eigenlijk de inbound, vooral de inbound inkomende telefoontjes beter kan afhandelen. Hielke, wat fijn dat je er bent. Paul, dankjewel. Graag hier te zijn. Mooi. Hielke, kun je onze luisteraars wat meer vertellen van wie ben je en wat doe je? Zeker. Hielke Ytsma uit Groningen deze keer. En ik heb een redelijke automotive achtergrond. Ik ben ooit afgestudeerd aan HTS Autotechniek. Ja, Arnhem? In Arnhem. Dus veel van je andere podcastluisteraars komen IVA Driebergen. Klopt, ja. In dit geval de meer technische kant. Ik ben afgestudeerd bij het mooie bedrijf Volkswagen in Wolfsburg. Wat sowieso een unieke ervaring is geweest. Ja. En daarbij voornamelijk bezighouden met embedded technologies. Uiteindelijk toch wel gekozen om weer richting Nederland te gaan te komen. En ik heb daar samen met een andere zakenpartner een bedrijf opgericht. Wat zich voornamelijk bezighoudt met het ontwikkelen van complexe automotive accessoires. Daarbij kun je denken aan multimedia systemen, cruise control systemen, DAB-tuners. Yeah. En uiteindelijk ook IoT-oplossingen voor auto's. Dus daadwerkelijk blackboxen die data real-time kunnen verzenden vanuit voertuigen. En met het geloof dat we data nodig gaan hebben om de klant te kunnen gaan ontzorgen. Maar ook relevante data te kunnen leveren voor de dealers en uiteindelijk ook de OEM's. En in de jaren 2008-2009 wildgroei aan de OBD-dongels. En we hebben daar een andere oplossing voor gevonden waarmee je eigenlijk veel meer data eruit kunt halen. In plaats van een dongel? Ja, in plaats van een dongel. Okay. Want ik dacht dat dongels al sowieso uit waren. Ja, ze worden natuurlijk nog steeds wel gebruikt, omdat het makkelijk te implementeren is. Maar als je nu kijkt naar de wereld die verandert, de mobiliteit die diverser gaat worden, is een dongel eigenlijk vrij beperkt. En dan heb je de techniek nodig om niet alleen een auto, maar ook een LEV, een cargo bike, noem het maar allemaal, daarmee uit te kunnen rusten. En toch weer een homogeen beeld hebben wat er gebeurt met jouw fleet. En daar zijn wij echt goed in. En, maar nou doe je dat, zeg maar, van en nou verzamel je meer data dan de dongel kan, zeg je net. Hè? Zeker, ja. Maar goed, waar gaat de data naartoe? Nou, als consument? Nou, als uiteindelijk gaat het natuurlijk weer naar een platform toe, waardoor je als klant de rechten geeft aan wie deze data mag zien. Wie is de klant, de bereider? De eigenaar van de auto? Ja. Ja, dat is. Ik weet dat daar natuurlijk heel veel discussie om is. Kijk, het ligt natuurlijk een beetje aan de constructie. Maar in basis mag je wel zeggen dat degene die rijdt, geeft het consent waar dat naartoe kan gaan. En dat is denk ik ook een mooi spel. En dat kan de fabrikant zijn, maar kan ook het universeel autobedrijf zijn of wie dan ook. Ja. En zeker ook een autobedrijf speelt daar een cruciale rol in. Ik denk dat de OEM in die zin wat verder afstaat tot op zekere hoogte. Ja. Maar juist die directe relatie die een klant heeft met de dealer, dat is uiteindelijk degene die het merk uitdraagt. En die ook vooral die services naderhand moet uitvoeren. Iedereen focust zich in de customer journey heel vaak natuurlijk aan de opmaat naar de koop. En de verkoop dan uiteindelijk vanuit het dealerperspectief. Maar als je ziet dat juist in aftersales, daar zijn meerdere contactmomenten voor meerdere jaren. En ik ben ervan overtuigd dat de data die de auto genereert juist cruciaal zijn om de customer journey in die aftersales jaren zo goed mogelijk vorm te geven. En noem daar eens een voorbeeld van wat voor data kun je dan uithalen waar een dealer of een autobedrijf dan voorbaat bij heeft. Nou, en dan noem ik geen winterbanden in de zomer al wisselen omdat je de winterbandenpiek voor wil zijn. Nee, al zijn waarschijnlijk mensen waarmee dat gebeurt. Ja, je ziet er wel eens keer in juli mensen op winterbanden rijden, maar dat even terzijde. Kijk, ik denk een van de belangrijke dingen die voertuigdata voor dealers kan betekenen, is de voorspelling wanneer een auto daadwerkelijk voor een onderhoudsbeurt moet komen. Een dealer kent natuurlijk enorme piekmomenten. We noemden de bandenwissel al. APK is in basis prima in te plannen en homogeen verdeeld. Maar wat je natuurlijk zou willen is dat je op voorhand al kunt plannen wanneer auto's voor een onderhoud moeten kunnen komen. Ja. Op basis van het gebruik, het aantal kilometers en dergelijke. Dus in een ideale wereld, en dat is ook wat we aangetoond hebben, kun je ervoor zorgen dat een dealer een volledig inzicht heeft wanneer de auto's in zijn wagenpark, de auto's die hij moet servicen, wanneer die van onderhoud komen. Die kun je proactief bellen, zodat je die piekmomenten iets kunt afvlakken en kunt zorgen dat in ieder geval de mensen tijdig voor onderhoud komen en dat ze niet geconfronteerd worden met een wachttijd van, nu soms een keer 60 dagen. Ja. En dus dat is denk ik een heel mooi voorbeeld om voertuigdata met het consent van de klant te helpen om uiteindelijk te zorgen dat de klanttevredenheid op peil blijft of zelfs toeneemt. Maar eigenlijk, hè, als je dan een budget maakt, hè, je bent een gemiddelde dealer met één autobedrijf, een paar bruggen, met een rijdend wagenpark van 1000, 2000, 3000 auto's die allemaal uitgerust zijn met jouw product, zeg maar, in dat geval. Ja. Dan zou je eigenlijk al de run rate kunnen maken van wie wanneer komt in welke maand. Ja, idealiter wel. Zonder eigenlijk de afspraak al gemaakt te hebben, kun je al redelijkerwijs inschatten. Nou, we hebben 80% van onze capaciteit helemaal ingevuld. De monteur wil dan en dan op vakantie. Ja. We moeten hem eigenlijk bewegen om een weekje later te gaan. Want we verwachten eigenlijk in die week een piek in plaats van... Zo zou je eigenlijk zo kunnen denken. Of je gaat die piek sturen. En het mooie is ook, je weet ook wanneer ze niet bijkomen. Dus dat betekent je lost opportunities. Ja. Hè, daar kun je natuurlijk ook weer naar kijken. Ja. Ja, en waar gaan die dan naartoe? Ga je die mensen bellen? Hé, wat is er gebeurd? Wat kan ik beter doen? Ja. Dus het geeft ongelooflijk veel inzicht. Ik denk dat dat wel een hele mooie is. Ja, zonder meer. Hey, en dat is één bedrijf. Ja. En nu ben je onlangs in de AI begonnen. En nou is AI misschien wel een containerverhaal, zeg maar. Van iedereen heeft het opeens over AI. Ik kan je niet de voorbeelden noemen dat ik met de bank moet praten en dan moet ik iets inspreken en dan stotter ik af en toe een beetje. Nou, dat is een dramatisch verhaal qua ervaring. En toch ga je in die wereld. Ja. Waarom? Ja, kijk, alles heet tegenwoordig AI. Dat is vooral als je geld wil halen. Ja. En dat is misschien ook eigenlijk wel een beetje... Maar dan wel met een McKinsey-rapportje. Hè? Dan gaat het nog wat harder. Ja. McKinsey die 50 miljard belooft, dan ben je er gelijk. Ja. Kijk, je kunt ook heel pragmatisch kun je het aanpakken. Zoals wat wij hebben gedaan. En dat is dan CarQall, samen met Ruben Heerdink. En de CarQall. CarQall, dus eigenlijk car en dan Q, A-L-L. Ja. Vanuit de quality, want dat is echt waar we voor staan. De quality, oké. Ja. Nee, ik dacht echt... wanneer komt die C, maar het is een Q. Ja, het is een Q. Ja. Is hoe kunnen we bestaande IT-componenten... en daar hoort een stukje AI tegenwoordig gewoon bij. Dat is natuurlijk gewoon analyse van grote hoeveelheden data... maar dat is ook text-to-speech, dat is natural language processing. Hoe kun je die aan elkaar verbinden op een manier... zodat wij in ons geval... connected conversations aan kunnen bieden. Wat betekent dat? Dat wij de gesprekken van de mensen kunnen begrijpen. Ze kunnen verstaan, hè, wat je al aangaf. Of je wel of niet stottert, of je wel of niet een accent hebt. En hoe kunnen we eenvoudige vragen direct beantwoorden... of zelfs eenvoudige handelingen daadwerkelijk ook afronden. Nou, daarbij kun je denken aan een proefrit... die je wilt plannen. Daarbij kun je ook denken aan de bekende bandenwissel. Ja. Dat je die gewoon kunt inplannen. Dus je moet je voorstellen, vanuit mijn ene bedrijf komt er heel veel data bij de dealers terecht. Ja. En daar is gewoon geen tijd voor om dat daadwerkelijk op te volgen. Wat natuurlijk zonde is. En een van de zaken die dealers altijd toch wel aangeven is, onze bereikbaarheid is een lastig verhaal. Er wordt veel gebeld. We hebben amper de tijd om überhaupt die telefoontjes op te nemen. Laat staan dat we proactief gaan uitbellen om de klanten bijvoorbeeld die APK in te laten plannen, et cetera. Dus we moeten daar iets mee. En een van de dingen die wij daardoor op hebben gepakt is... oké, laten we dan die nieuwe technieken gebruiken. Ja. Zodat we een deel van die telefonie bij de gewone medewerkers... bij de KCC-medewerkers, bij de receptionisten weg kunnen halen. Zodat... Okay. Ja. Maar wat zeg je dan eigenlijk met een heel lang antwoord? Van ik bel als consument eigenlijk naar een dealer op en ik wil een APK. Ja. Krijg ik dan met een KCC-medewerker te maken of krijg ik dan met jou te maken? Ligt net een beetje aan wat de voorkeur is van de dealer. Maar in onze ideale wereld nemen wij, of eigenlijk Max, onze digitale assistent, waar we er ontelbaar van hebben in basis. We kunnen dat eindeloos schalen. Nemen we de telefoon op, we herkennen de klant, we vragen waarvoor de klant belt. Hoe herken je de klant? Aan het nummer wat moet corresponderen met het DMS? Ja, okay. 100%. Ja. Doen we op telefoonnummer. Ja. Dus we herkennen de klant, we weten welke auto's die heeft. We kunnen een inschatting maken of die inderdaad belt voor de APK of voor een bandenwissel. Maar die maak je instant, die inschatting. Maar als ik nou bel via de zaak in plaats van met mijn mobiele telefoonnummer, terwijl mijn mobiele telefoonnummer in het DMS staat en niet de telefoon van de zaak. Hoe gaat dat dan? Gelukkig zien we wel dat er vaak meerdere telefoonnummers bij één klant staan. Is dat niet het geval? Ja, dan kom je uiteindelijk terecht gewoon bij de serviceadviseur. Dus eigenlijk de fallback is dan de dealer. Snap ik. Oké, dus hij herkent me. Ja. En moet ik dan iets zeggen? Of moet ik een keuze ingeven? Of hoe werkt het? Dus uiteindelijk, je wordt herkend. Op de achtergrond gaan er allerlei processen gaan er lopen. Dus wij connecten met het DMS-systeem. We halen de informatie op van de klant. De klant praat gewoon en dan stellen we een aantal keuzes. Hè. Bijvoorbeeld, wilt u een nieuwe werkplaatsafspraak maken? Nou, als je daarvoor belt, dan is dat inderdaad de keuze. Je hoeft nooit dat in te typen. Je kunt gewoon praten met een digitale assistent. En vervolgens geven we een selectie van de services die we aan kunnen bieden. Dus het kan zijn een APK en een bandenwissel. Maar dat zijn al voorgeprogrammeerde dingen waarvan jij met de dealer overlegt van joh, welke wil je in deze keuzes hebben? Correct. En welke wil je eigenlijk naar de fallback hebben? Ja. Dus een technische storing van het fucking brandje, het fucking bandje of lampje brandt weer. Ja. Die doe je in de fallback. Absoluut. Ja. Dus belt u me voor een storing, zet hem gelijk door. Want dat is ook niet wanneer je met een digitale assistent wil praten. Nee. En dat is denk ik ook dat samenspel. Wij doen de dingen waar we goed in zijn, de simpele processen. Wordt het te complex? Daar zijn de mensen voor. Maar de klant wil eigenlijk zo snel mogelijk die afspraak maken. Ja. Dus die wil zo snel mogelijk eigenlijk naar het eindresultaat. Ja. Dus die vindt het vaak geen probleem om tegen een bot aan te praten. Ja. Zolang dat maar een frictieloze, snelle ervaring is naar het eindresultaat. 100%. Ja. Dus ik zeg van joh, ik wil die APK. Ja. En wat gebeurt er dan? Maar misschien, voordat we dat eigenlijk uitleggen, laten we even een bandje horen van ongeveer een minuut, waarin je dit eigenlijk als demo laat zien. Ja. Waarvoor u de werkplaats belt. Maakt u daarom een keuze uit een van de volgende 3 opties. Nieuwe werkplaatsafspraak, storing of andere vraag. Nieuwe werkplaatsafspraak. Door het beantwoorden van een klein aantal vragen maak ik samen met u geheel vrijblijvend een nieuwe werkplaatsafspraak. Deze aanvraag wordt indien nodig opgevolgd door een collega van mij. U ontvangt op dat moment ook een kostenindicatie. Wilt u een afspraak maken voor een APK, een bandenwissel of een onderhoudsbeurt? Een APK. Wilt u naast een standaard APK nog meer werkzaamheden laten uitvoeren? Nee. Wilt u nog aanvullende opmerkingen delen met de serviceadviseur? Nee. Belt u voor uw Volkswagen Golf met kenteken QA21LL? Ja. Wat is de kilometerstand ongeveer of is deze onbekend? 83.000 kilometer. Ik kijk even in de agenda voor beschikbare datums. Een moment geduld alstublieft. Een standaard APK duurt ongeveer 30 minuten. Wilt u tijdens deze werkzaamheden bij ons op locatie wachten? Ja. Ik zoek even beschikbare tijdstippen in de agenda. Een moment geduld alstublieft. De eerste mogelijkheid voor een standaard APK-afspraak heb ik vrijdag 2 december om 12:30. Antwoordt u met ja om dit voorstel direct vast te leggen. Antwoordt u met nee om samen met mij een andere datum te kiezen. Ja. Bij deze heb ik uw standaard APK-afspraak voor vrijdag 2 december om 12:30 genoteerd. De definitieve bevestiging en kostenindicatie stuur ik u zo snel mogelijk. Dank voor het bellen en tot ziens. Groet, Max. Steeds meer collega's gebruiken Used Car Controller. Taxeren, calculeren, publiceren of auto's verhandelen met je persoonlijke handelsplatform? Met één abonnement geeft Used Car Controller je controle over alle kritische gebruikte autoprocessen. Zo maakt Used Car Controller je tot sterkste in je vak. Findio is de merkonafhankelijke automotive partner. Findio is er voor uw klanten en u. Zo kunt u zorgeloos ondernemen en uw rendement verbeteren. Uw online leads opvolgen binnen 30 seconden? Dat kan met Coldrip. Vraag direct een demo aan. Nou, nu hebben we die demo gehoord. Wat heeft hier nou exact plaatsgevonden? Nou, wat je ziet, ik word erkend. Ja. Vervolgens worden een aantal services aangeboden. Ik kies daar 2 services van. Ja. En het eerste wat er dan gebeurt is dat wij in bijvoorbeeld het planningssysteem van de dealer, dat kan zijn bijvoorbeeld Planet, gaan we gaan kijken. Wanneer is de eerste mogelijkheid voor die combinatie van services? Die geven we terug aan de klant. En die klant heeft dan de keuze om die instant te pakken. Ja. Ofwel nog een andere datum en tijdstip te kiezen. Mm-hmm. Het hele proces, zoals jullie hebben gezien, dat is echt maximaal 2 minuten. En dan heb je die werkplaatsafspraak gemaakt. En ik denk dat dat ook wel de kracht is. Dat natuurlijk is er een persoonlijk contactmoment. Mensen willen dat graag. Maar wat ze nog veel liever willen is dat ze het gewoon frictieloos en dat het snel gaat. Ja, absoluut. En dat is wat we aan kunnen bieden. Maar moet ik dan als klant, hè? Ik ben dus die klant geweest die zeg maar die afspraak heeft gemaakt in deze demo. Ja. Moet ik zelf in de agenda neerzetten dat ik hem heb? Of krijg ik nog een sms'je of een agendaverzoek of een bevestiging? En hoe krijgt de receptie dat? Hoe weet de werkplaats dat ik dan kom op de 14e? Nou, het mooie is dat we eigenlijk aan 2 kanten geven feedback. Aan de beller, daar sturen we een sms'je. Met daarin de informatie die hij ook zo in zijn agenda kan zetten. Mm-hmm. Vanuit... Er zit een link naar de agenda toe. Ja. Okay. Vanuit de dealer zetten we dat direct als zijnde een online werkplaatsafspraak. Zetten we dat in het systeem. Vanuit daar wordt er ofwel automatisch een werkorde gecreëerd. Op het moment dat dat al in place is. Ja. Ofwel ze krijgen een melding van de gemaakte afspraak. En op dat moment wordt er handmatig nog de werkorde gemaakt. Maar dat betekent we volgen de systemen van de dealer. En dat is denk ik ook heel belangrijk om te melden. Het haakt niet in een proces wat je het hele proces moet aanpassen. Absoluut niet. Nee, sterker nog, er bestaat een console waar je kunt kijken hoeveel er gebeld wordt en hoe er opgepakt wordt. Maar voor de rest hoeft een dealer niets te doen. Het is echt een KCC-medewerker die precies weet wat de werkprocessen zijn. Die werkt met de bestaande IT-infrastructuur. Hij is alleen niet binnen een dealer. En hij heeft geen vakantie. En hij is altijd goed gehumeurd. Dat is best wel prettig. Ja. Kun je en kies je uit een vrouwelijke stem of een mannelijke stem? Ja, zeker. Beide. Ja, we hebben een man of een vrouw. We hebben ook diverse talen. Dus, waar gaat de voorkeur uit? Ja, het is een beetje 50-50 eigenlijk. Toch wel? Ja, het is toch 50-50. En kijk, er zijn soms argumenten. Het is een beetje ouderwets haast gedacht. Ja. Van, het is, ja, we willen graag een man hebben, want dat geeft meer vertrouwen. Ja. Of een vrouw, want dat vindt men vriendelijker. Ja. Wij vinden het allemaal goed. We kunnen ook van gender kunnen we eenvoudig wisselen. Andere stemmen erin. En het voordeel is ook die andere talen. Dus bijvoorbeeld in het Westen. Ja, in Amsterdam. Ja, zien Engels, we gewoon. Ja. Dus een A-point bijvoorbeeld. Daar hebben we heel duidelijk gekozen voor Nederlands en voor Engels. Ja. En we zien ook dat daar best een hoop Engelse klanten zijn die gewoon netjes in het Engels die werkplaatsafspraak maken. Oh ja, absoluut. Ja. Hey, en dan kan ik me voorstellen, hè? Je hebt een dealerbedrijf, je hebt een klantcontactcentrum, je hebt 5 winkels, je hebt een BDC voor de aftersales om dat soort dingen te gaan doen. Want laten we eerlijk zijn, APK's en dergelijke wil je niet door je receptionist laten doen die met meer technische zaken bezig zou moeten zijn. Ik kan mij voorstellen dat een groot volume, ik wil niet zeggen of dat nou 50% is of 70% is, afgehandeld zou kunnen worden door de AI. Dat je eigenlijk af kan met of minder mensen, of dat je die mensen eigenlijk betere taken kan laten doen. Nou, zeker het laatste. Dat is wat we hopen. En we zien dat er ook nog heel veel plaats kan vinden. Mm-hmm. Kijk, het staat of valt natuurlijk wel met de data weer. Hè? Dus hoe goed kunnen we de klanten herkennen? En dat is ook iets wat ik elke dealer aan zou raden. Ga kijken dat je je klantkaarten echt op orde hebt. Dat is ongelooflijk belangrijk. We helpen daar ook bij. Dus de datahygiëne in jouw DMS is bepalend hoe goed de AI gaat functioneren. Ja, uiteindelijk wel. En er zitten natuurlijk nog wat keuzes in. Maar dus de data is belangrijk. Wat we wel zien als we dus de klant herkennen. Mm-hmm. En die kiest een van de services die we aanbieden. Hè, vaak een lijstje, 4, 5. Ja, dan is de conversie gewoon 80-90%. Dat mensen ook daadwerkelijk die afspraak gaan komen. Maken. Ja. Ja, ja, ja. Nou bellen die mensen allemaal voor een afspraak. Ja. Hè? Dus de conversie moet natuurlijk ook hoog zijn. Hè? Ja. Ze bellen niet voor oriëntatievragen. Nee, klopt. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat je dat aan de verkoopkant gaat doen. Zeker. Nou, en zo zijn we ook eigenlijk begonnen. Dus we zijn aan de verkoopkant zijn we begonnen. Terwijl ik eigenlijk logisch had vond dat je aan de servicekant had begonnen. Maar ja, dat is mijn interpretatie dan maar, perceptie. Nee, je hebt daar ook helemaal gelijk. Ja. Als je kijkt naar het volume, wat je weg zou kunnen nemen, hè, om mensen meer ruimte te geven, is de after-sales kant eigenlijk de logische kant. We zijn wel begonnen met sales, en dat is misschien meer vanuit Rubens achtergrond, bij Carnex vandaan komen. Ja. Dus dat zit wel een beetje in de eigen occasionhandel. En ook daar zie je natuurlijk dat telefoontjes gewoon gemist worden. Dat mensen ook buiten openingstijden bellen. En zo is het eigenlijk begonnen. Hoe kunnen we zorgen dat we buiten openingstijd altijd beschikbaar zijn? Ook telefonisch. Dat mensen alsnog een terugbelafspraak, dan wel een proefrit kunnen plannen. En ja, toen we dat eenmaal hadden staan, gebruik maken van die technieken, wat je redelijk standalone nog kon doen. Ja, dan is natuurlijk de eerste vraag waar een dealer mee komt. Leuk dat jullie het voor sales en voor occasions doen. Maar after sales, daar zit uiteindelijk de grote telefonische druk. Ja. En dat betekent dat je dan wel wat partners ook moet gaan aansluiten. Ja. Zodat je DMS, planning software, dat je die koppelingen op orde gaat krijgen. Ja. Heb je koppelingen met WebSolve, met Outline en dergelijke? Ja, ik durf wel te zeggen dat we met 80% van de markt dan wel in gesprek zijn, dan wel gekoppeld zijn. Dus dat is een Outline, Keyloop, WebSolve. Nou ja, dat zijn eigenlijk de belangrijke spelers. Mm-hmm. Om een onderdeel te worden van dat speelveld. Ja, daar hebben we gesprekken mee. En als het niet zo is, dan hoor ik het graag. Sta ik ook open voor om dat gesprek aan te gaan. Kijk, uiteindelijk denk ik dat we echt modern opgezet zijn als bedrijf. Dat we zeggen, we doen één stukje zo goed als mogelijk. En daar zijn we echt ook heel goed in. Ja. Alleen alle randdingen, die willen we vooral niet aanraken. Maar juist door API's willen we koppelen met die partijen. Zodat we voor de dealer een goed product neerzetten. Ja. Nou hebben we al een soort samenwerking met ons ander bedrijf en de Carmen Automotive, hè, waar we voor een aantal dealers de fallback eigenlijk zijn van de receptionist. En waar we het eigenlijk vaak over hebben gehad is in die zin van eigenlijk moeten wij de fallback zijn van de AI. Ja. Hè, dus in die zin van alles wat de AI zou kunnen doen, dan moet je niet je duurste kanaal of het ene duurste kanaal wat je hebt gebruiken, want dat kan een Carmen zijn dat je ene duurste kanaal en je duurste kanaal is natuurlijk je receptionist zelf. Zeker. En je moet het goedkoopste kanaal tussen haakjes gebruiken om de makkelijke dingen te doen. Dan de fallback naar een Carmen bijvoorbeeld. Ja. En van daaruit, als dat niet gaat, dan naar de receptionist. Zodat hij eigenlijk alleen maar dat stukje heeft waar hij echt toegevoegde waarde bij heeft. Hij heeft natuurlijk ook de hele linie toegevoegde waarde, maar u snapt wellicht waar ik heen wil. Is dat ook iets waar je naar de toekomst toe ook nog grotere dealergroepen wil aansluiten, zodat je eigenlijk een tweezijdige oplossing biedt? Ja, absoluut. Ja. Dus precies zoals je aangeeft, wij kunnen dan het plannen kunnen wij echt goed. Daarnaast kunnen we ook hele korte informatie teruggeven. Als bijvoorbeeld een auto in onderhoud is op die specifieke dag. Behoorlijk wat mensen bellen na een uurtje of twee in de middag. Of de auto al klaar is. Nou, dat zijn natuurlijk simpele antwoorden die wij echt heel goed kunnen beantwoorden. En dat doen wij ook. Maar goed, er zit natuurlijk altijd nog de complexiteit in voor vragen die we niet kunnen. Een storing die er bijvoorbeeld is. En dan is het natuurlijk heel mooi om getrapt als het ware die fallback te regelen. Yeah. Via een Carmen. En komt die er dan niet uit? Omdat het heel specifiek is. Yeah. Specifiek voor de dealer zelf. Ja, dan is de receptionist of de serviceadviseur daar. Ja. En ik denk, als je dat speelveld, dus die processen goed inregelt, dan wordt elke klant geholpen door het medium waardoor die geholpen moet worden om uiteindelijk een frictieloos proces te ervaren. En maar ook voor de beste ROI voor de dealer zelf. Ja. Bel je ook geautomatiseerd uit? Want dat kan ik me ook voorstellen. Ja. Ook al zouden misschien de klanten niet altijd het verwachten dat die geautomatiseerd gebeld wordt door een bot. Maar het zou natuurlijk wel kunnen. Ja, nee, we zijn er mee bezig. We hebben de eerste pilots die lopen nu. We doen dat altijd gezamenlijk met dealers, omdat we dan echt goed de ervaring ook kunnen zien. Kijk, ik denk dat elke dealer ook wel herkent dat het uitbellen, als ze daar de tijd voor zouden hebben, dat de return on, maken. Return on investment die kan best wel eens laag zijn. Mensen hebben voicemail aanstaan. Overdag willen ze überhaupt niet echt gebeld worden. Mensen zijn gewoon slecht bereikbaar. Ja. Wat wij dan kunnen doen, is dat we met het nummer van de dealer uitbellen. In 10 seconden vertellen we wie we zijn. Zijn er dus de digitale assistent, voor welke auto we bellen en voor welke service. Bijvoorbeeld de APK die binnen 4 weken verloopt. En op dat moment geven we de gebelde klant de kans om direct een afspraak te maken of niet. En ook dan zal de klant kiezen van nu even niet. Maar het mooie is dat iedereen wel een sms krijgt met daarin de melding heeft gekozen om bijvoorbeeld niet die afspraak te maken. Maar daarin zit wel het linkje om het alsnog online dan wel per telefoon te gaan doen. Ik denk dat dat ook het sterke is. En dat zien we ook in de conversies die daar achteraan komen. Maar dan, Hielke, dan even een vraag waarvan ik niet wist dat ik hem ging stellen. Hè? Maar nu heb ik vanochtend met de jongens hier gezeten over onze winkel, hè? Over de citycars en dergelijke, weet je wel. En we hebben een hele grote bucket met leads die we niet te pakken krijgen, weet je wel. Nou, dat zijn er, ik noem maar wat, 400. Nou, die hebben al 6 belpogingen gedaan en dergelijke. Maar goed, een 7e, 8e, de 9e, ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Mag het wettelijk gezien, want technisch zou het misschien nog wel kunnen. Mm-hmm. Mag ik wettelijk gezien jou aanzetten, 100 keer laten bellen en degene die opneemt en die zegt van joh, ik wil wel iemand spreken, dat ik hem dan met een fallback naar een echte verkoper geef. Dat ik de AI eigenlijk gebruik om ten eerste 100 keer gelijk te bellen, bij wijze van spreken. Er komen 5 gesprekken uit waarvan één zegt van joh, ik wil wel een verkoopadviseur spreken. En dat ik die door kan lussen. Want dan kan ik 100 belpogingen per heel veel doen. Ja, nee. Het ligt natuurlijk een beetje aan hoe je aan het telefoonnummer bent gekomen. Op een eerlijke, rechtmatige manier, waarbij ik in de privacy statement heb gezegd dat ik hem ook mag bellen. Ja, dat mag het. Dat kan heel simpel zijn. Hetzelfde geldt voor aftersales. Op het moment dat je dat belt, niet vanuit een... Voor aftersales geldt. Maar kan dat, wat ik dus zeg? Ja. Want kan ik dan als jij de consent hebt, buiten het wettelijke, maar dat verhaal. Ja. Ik mag ze bellen, want ze zitten in mijn flow, zeg maar. Ze hebben informatie bij ons aangevraagd en ik moet ze alleen te pakken krijgen. Ja. Maar het is wat je zegt. Mensen verwachten het belletje niet, nemen niet op, zijn druk, herkennen het nummer niet. Het zijn allemaal redenen in die zin. Ja. Maar goed, als ik dan Duncan in dit geval, die moet nog 400 mensen bellen. Daar is hij gewoon een week mee bezig. Ja, best wel, ja. Hè? Hij kan het ook in, ik noem wat, getraps doen met jou. Ja. Hè? Per keer 25. Zeker. Dan de AI laten doen. Nou, dan, sommige mensen zeggen, joh, pleur op. Hè? Ja. Sommige mensen doen nu niet. Sommigen zeggen van, ja, ik wil wel. Ja. En die moeten dan doorgelust worden. En dat is 100% mogelijk. Ja, dus je laat het in. Wij bellen. We bellen ook met de Ligier Store. Dus je ziet dan ook het nummer, zie je netjes staan. Dus herkennen dat ook. We bellen waarom. En dan is het gewoon de simpele vraag. Wilt u het gesprek verder vervolgen? Te ja, te nee. Nee, dan kunnen we dat weer afronden. Te ja, en dan zetten we het door. En dan kan de salespersoon, dit is ook weer belangrijk. Daar heb je natuurlijk echt een persoon voor nodig. Die pakt hem op. Maar dan heb je wel die lead gegenereerd. Ja, oké. Nou, dan weet ik wat ik ga doen. Het Duncan. Nee, oké. Dan nog een vraag waar ik ook wel mee bezig ben. Nu zeg je eigenlijk heel simpel van joh, we hebben hem gemaakt. Het is schaalbaar. Het maakt niet uit wat je erin zet. Je kunt hem voor elke dealer hem specifiek maken met de opties die hij wil. Ja. Ik heb hem in het Nederlands staan, in het Engels staan. En denk ik, ja, weet je, er zit natuurlijk een land hier naast ons met 100 miljoen Duits sprekende mensen. Kan je hem ook in het Duits doen? Ja. Absoluut. En de eerste stappen zoals we dat nu zien, dat zal ook naar Duitsland zijn. Er is weer een interessante studie vanuit Autohausers er gekomen, waardoor je ook, waarin ook weer te zien is hoe belangrijk telefonie daar een rol speelt. Het belangrijkste kanaal nog steeds. Het belangrijkste kanaal. En ook daar zie je natuurlijk dat personeelstekorten een rol spelen. De vraag is hoe leuk mensen het vinden überhaupt, voor hele simpele dingen achter die telefoon te zitten. Dus ja, je mag wel ervan uitgaan dat de eerste stap richting Duitsland zal zijn. En we zullen dat door middel van een whitepaper ook doen. Daar zullen we je ook van op de hoogte houden, Paul. Ja. Februari kwam dus een beetje uit. Februari komt een whitepaper uit. Waarom duurt dat zo lang? Ja, we moeten typen. Dus nee. 3 maanden verder. Nee, we zijn goed informatie aan het verzamelen. Ja. Dus dat doen we samen met een Zwitsers consultancybedrijf, Panoff Consulting. Dus we zijn daar informatie aan het verzamelen vanuit ons, maar ook vanuit hun. We willen dat gedegen doen. En op die manier dan ook op een Europese schaal willen we dat introduceren. En daar krijg je ook zeker het een en ander van. Nou ja, goed. Op het moment dat de whitepaper uitkomt, je bent vanuit welkom hier weer in de podcast de uitkomsten te vertellen van die whitepaper, wat eruit komt. Heel graag, zodat we ook onze luisteraars de follow-up kunnen geven van dit gesprek. Laatste vraag die ik heb in die zin. Als nou dealers, autobedrijven, leasemaatschappijen en dergelijke, die zeggen, joh, ik ben er wel geïnteresseerd in, ik wil wel kijken wat dat voor mij zou kunnen betekenen. Hoe komen ze dan met jou in contact? Nou, het makkelijkste is www.carqall.com. Dus met een Q, hè? Met een Q-A-L-L. Ja. En daarop kun je ons bellen. Of een mail sturen. Mm-hmm. En als je belt, dan krijg je gelijk Max aan de telefoon. En dan maken we een afspraak met je. Yeah. En dan komen we heel graag langs. Om vooral ook samen te kijken met een dealer, met een leasemaatschappij. Waar we trouwens ook de ontwikkelingen hebben staan. Waar liggen nu de behoeftes? Welke processen zijn er? En hoe kunnen we zorgen dat de digitale assistent werkt voor het bedrijf, maar zeker ook voor de klant. We hebben de technieken en die zijn flexibel in te zetten. Dus dat gesprek gaan we heel graag aan. Oké, super. Hielke, dankjewel. Dankjewel voor de komst al hier. Fantastisch concept, fantastisch product, service. Inmiddels al live bij 5, 6 grote dealerholdings ook al. Hè? Dus de proof of the pudding is al geleverd. Volgende week hebben we uiteraard weer een nieuwe gast. Zelfde missie, samen de online automotive beter maken. Dank jullie wel. Dank je wel, Paul. Dank u wel voor het luisteren naar de DCDW-podcast van Paul de Vries met de missie om de online automotive beter te maken. Vond u deze podcast interessant? Abonneer dan meteen via Spotify, Soundcloud of iTunes en deel deze podcast via LinkedIn met uw netwerk. De DCDW-podcast van Paul de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners: Marktplaats, Coldrip, Carmen Automotive BDC, Findio, Used Car Controller en tweedehands.be.